Het is de 11e editie van Jumping het Wazenpaard intussen, maar dit jaar maakte Jumping voor de eerste keer gebruik van de gloednieuwe piste op het recreatiedomein De Ster. 52 ruiters dingen mee naar de titel, maar het parcours maakt het hen niet gemakkelijk. Het is uitkijken wanneer Valentijn de Bok aan de start komt. Hij won vorig jaar de grote prijs en was vrijdag de allersnelste in de kwalificatie. Helaas zal hij zijn titel niet verlengen. 15 combinaties stoten door naar de barrage, maar daar gooit vooral deze verraderlijke stijlsprong roet in het eten. Het is wachten tot Klaas Ost de eerste foutloze ronde inzet. Maar dan komt Gudrun Pathet uit Belzele. Zij zet een razendsnelle tijd neer. Niemand kan Pathet nog kloppen en dus wint de Amazone deze grote prijs. En dat is best opmerkelijk, aangezien haar paard sinds februari aan de kant stond met een blessure. De eerste dag één foutje in de tweede fase, maar oké, dat vergeef ik hem, want dat was zijn eerste parcours sinds februari. En dan vandaag sprong hem super, dus dat was heel goed. Double Dream is echt een heel gemakkelijk paard om te rijden. En die luistert heel perfect in de piste, dus wat hij gevraagd, dat doet hij direct. En ja, dat is gewoon, daardoor is het een stuk makkelijker, denk ik. Deze grote prijs stelde samen met de kwalificatie mee voor de beker van Oost-Vlaanderen. En daar is het goud voor de 16-jarige Jentel Baart uit Sint-Niklaas. Fantas liep echt heel het weekend al goed. Vrijdag werd ik vierde in de selectie. Gisteren won ik de kleine grote prijs en vandaag won ik de beker. Dus ik ben echt heel tevreden over hoe hij gelopen heeft. En die overwinning eindigt naar aloude traditie in de waterbak.